schriftlezing naar de overweging van onze bisschop en aan. Het is 10 jaar geleden dat ik naar hier gekomen ben. En ik heb in die 10 jaar tijd heel veel vrijwillige medewerkers gezien. We hebben gezocht dus naar een moment om die mensen te bedanken. En er zijn bepaalde van die dingen gegroeid in ons bisdom. Dat is, neem nu de Bavo-dag, dat is een bijzonder evenement geworden. Ik denk natuurlijk ook aan die periode dat mijn ouders ziek waren en dan op duur stervende. Daar ben ik op die momenten natuurlijk ook intens mee bezig geweest. Wat ook wel voor mij altijd een groot plezier geweest is, dat is de voorbereiding van de diakens bijvoorbeeld, die diaken gewijd werden. Zo, want dat zijn toch sterke momenten waar ik toch altijd veel van geleefd heb. Ja. Ik denk dat we nu op het ogenblik bepaalde initiatieven hebben waar arme mensen, migranten, zwakke mensen, zieke mensen toch wel een hart onder de riem krijgen van ons. En in feite zou ik daar, het is moeilijk hoor, maar ik zou daar nog veel meer voor willen doen. Om dus mensen een kans te geven van een beetje hoop te krijgen in het leven. Mensen die ontmoedigd zijn misschien, jonge mensen die geen job hebben. Jonge mensen die wel afstuderen, maar jonge mensen zonder hoop, die zijn er ook veel. Dus die dingen allemaal, ik ben daar toch mee bezig. Ik zou daar meer voor willen doen als dat lukt, maar we hebben veel medewerkers die daar iets aan doen. Ik heb dus ook gevraagd aan de parochies dat ze bij deze gelegenheid, in plaats van een weinig cadeau te geven, dat ze iets doen voor arme mensen in hun parochie.